Afgelopen juni heeft Jean-Claude Juncker, de president van de Europese Commissie, samen met zijn vier collega-presidenten, vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese instellingen, een rapport uitgebracht over de completering van de Europese Economische en Monetaire Unie. Dat is een spectaculair rapport met verstrekkende voorstellen ter verdere versterking van de EMU. Een van de belangrijkste zaken op de agenda van de Europese Unie, maar niemand heeft het erover. Je zou zeggen, zo'n belangrijk onderwerp, dat trekt de aandacht van iedereen. Maar de Europese Unie is natuurlijk een huis waarin wij wonen, waar van alles gebeurt. En dat we nu grondig aan het verbouwen zijn, terwijl het leven gewoon doorgaat. En wat bepaalt het leven van de Europese Unie, de afgelopen maanden in ieder geval? Dan kijken we op de verdiepingen van dat Europese huis naar buiten. En dan zien we Griekenland in brand staan. En dan zien we migrantenstromen binnenkomen. Er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen mee. En het is geen wonder dat dat alle aandacht neemt, zowel van de politieke leiders van de Europese Unie, van de lidstaten, maar ook in de media, van de journalisten, ook van de politici, die kijken daarnaar. En dat zijn zulke belangrijke zaken, dat aandacht voor wat er in de kelder van het huis gebeurt met de verbouwing, de versterking van de governance van de Europese en Monetaire Unie, dat we dat maar even voor lief nemen en overlaten aan de experts in Brussel. Die experts in Brussel, wanneer gaan zij er weer eens over praten? Nou, die zijn daar nu volop mee bezig, omdat dit voorstel van Juncker en zijn collega's is 22 juni jongstleden uitgebracht en door de Europese Raad besproken op 25 en 26 juni. En die hebben eigenlijk het groene licht gegeven aan de Europese Commissie om hiermee verder te gaan. Dat zijn ze ook op allerlei terreinen aan het doen. Sommige van de maatregelen die vergen natuurlijk een hele lange adem. Uiteindelijk mikt het plan dat Juncker nu heeft voorgesteld op afronding van alles in 2027. Dat is dus heel ver weg. Maar ze hebben ook allerlei maatregelen nu op de rol gezet om in een zogenaamde eerste fase tussen nu, 2015 en 2017, te komen tot versterking van EMU. Daarvan is een voorbeeld de kapitaalmarktunie, die naast de bankenunie moet komen en die dan samen de financiële unie zouden moeten vormen. Dat is natuurlijk in het licht van de crisis, de bankencrisis, waarmee dit allemaal begonnen is, van het allergrootste belang om meer stabiliteit, evenwicht te krijgen in de eurozone. Dan blijft de vraag waarom niemand het erover heeft. Ja, dat is natuurlijk een hele goede, prangende vraag. Want het plan is ontvangen met een oorverdovende stilte. Dat is jammer en dat betreur ik. Want aan de orde in de voorstellen van Juncker en zijn collega's zijn in mijn ogen de allerbelangrijkste zaken voor het voortbestaan van de Europese Unie op de langere termijn. Die vergen meer aandacht dan ze nu krijgen. Dat moeten we niet overlaten aan de technocraten in Brussel. Daar zouden we het met elkaar over moeten hebben. Maar dat gebeurt niet in Nederland en dat gebeurt niet in de rest van Europa. En dat zou anders moeten.